die media ingelig van sy besoek, sodat hy media blootstelling kan kry. Is nie nederig. Daar word vertel dat op een bus in Zweden het de Amerikaanse soldaat aan die gesels geraak met die man wat langs hom gesit het. Die Amerikaanse soldaat het in besonderhede vertel vir hierdie medepassasier hoe toeganklik die Amerikaanse president is. Amerikaanse president is toeganklik, jy kan om te enige tyd van die dag of nacht kontak en sal vir jou tyd maak. Hierdie Sweed merkte op, wel, in Swede ry die Sweedse koning sommer met sy mense bus. Met die verskoon die Swede homself vriendelik want hy was afgetrek. En die soldaat merkte op dat almal die Sweedse man baie vriendelik groet. Maar dat die man afgetrek het, vra die soldaat: wie is die man? En die antwoord kom, die Sweedse koning. Dit is nederigheid. Broers en susters, die troon en bestuiving van een nieuwe koning is omtrent altyd waar een groot gebeurtenis. Daar is bijna sonder uitsondering groot verwagtinge rondom een nieuwe koning. Dit is sonder een mens of mense selde tevrede is met die vorige regering en eindelijk maar altyd dink dat een nieuwe koning en een nieuwe regering dinge beter sal aanpak en die posisie van gewone mense sal verbeter. Daarby is die troon bestuiging van een nieuwe koning daarom seker een van die grootste gebeure op die sosiale kalender en gaan dit gewoonlik gepaard met groot sfeer en feestvierings. In die Oude Testament is dit tyd het die koning in Israel jaarliks op die nuwejaarsdag elke jaar op nuwejaarsdag sy troon bestyg. En dit was dan onder die volke tyd van vreugde en van blydskap. Maar ook 'n tyd van nuwe toewyding. Nie net aan die koning nie, maar ook en veral aan die Here. Dit was so, omdat die koning gesien is as die gesalfde van die Here. Die gesalfde van die Here, die Messias. Hy is gesien as die Messias, wat namens die Here moes gaan. Daar is waar hulle onafhanklikheid verloor het, het hulle onder die mag van verskillende volke gestaan. Tydens die dele van Jesus was hulle deel van die Romeinse Ryk. En in hierdie ryk het die keiser die oppergesag gehad. In Palestina was daar goewerneur wat oor hulle geheers het. Maar dinge het nie altyd goed gegaan. En die Jode het steeds bly hoop dat iemand uit die geslag van Dawid sou kom om die Romeine se mag te breek en hulle te bevry. Met ryke aansienlike verlange het hulle uitgesien na die koms van die Messias, of van die Messias, wat hulle weer vry sou maak. Nou vertel Matteus volgens in hierdie skrifgedeelte hoe dat Jesus, die Messias en die koning van die Jode, die hoofstad in Jerusalem binnegaan. Mens kan amper die spanning aanvoel. Wat gaan nou gebeur? Die spanning neem toe van die skare wat by Jesus gekom het om te luister na sy onderrig en deel te wees of minstens getuie te wees van sy wonders. Die word al groter. Sou ons sê dat daar al groter wordende aanvaarding is van die feit dat Jesus die verwagte Messias kan wees. Wat gaan nou hier in die gebeur? Aan die ander kant het die kloof tussen Jesus en die kerkleiers van daardie tyd al groter geword. Hulle het al meer gebots en die botsings het al feller geword. Wat gaan nou gebeur in Jerusalem?
die sirkel van die godsdienstige leiders waar die tempel is. Hier, Jerusalem was ook die sirkel van die gouverneerde die mensen gezag. Wat gaan nou gebeur? Gaan dit uitloop op een gewelddadige botsing? Gaan Jezus die Romeinse mag aanvallen en vernietig? Wat doet Jezus? Hij stuurt zijn discipels om een donkerkleding en naar een volk te gaan halen. En dan rijdt hij op die rug van die donkie die stad in. Hoe komt het donkie? Matthäus zei dat het gebeurt zodat de woord van die profeet Zacharia vervolgd kan worden. Zacharia heeft ons gezegd, hoofdstuk 9, vers 9. Jubel, sien, juig Jeruzalem, jou koning zal naar jou toe komen. Hij is rechtvaardig en hij is de oorwinnaar. Hij is nederig en hij rijdt op het donker. Het is interessant dat Matthäus een deel hiervan uitlaat. Haal die mensen aan en daarom verwijzen naar die feit dat die koning rechtvaardig en oorwinnaar is, dat hij weg moet zijn te doen. Dat is beter omdat hij juist moet doen te doen. Dat Jezus is nie een aardse Messias. Hij is niet die Messias zoals wat die Joden verwacht het nie. Hij komt jou oorlog te maken en een regering om ver te werken. Zijn rijk is nie een aardse rijk. Jezus rijdt een stad weg op een donkie. Hij rijdt op een paard. Paarden is destijds vooral gebruikt in oorlog. Als je op een paard gereden hebt, zou je niet toch die teken van een militaire aanslag gehad hebben. Hier rijdt op een donkie. Dat is het zo dat een donkie maar een onaanzienlijke rijdier is, een gewillige pad dier. Dat moet ons onthouden. Dat reeds in Genesis 49 en telkens daarna die donkie gezien is als een koninklijke rijker. Niet om die glans en die glorie en die status van die donkie niet, maar juist om die feit te beklemtoon dat die koning staat in dienst van God en Godse volk. Soos die donkie onaanzienlijk is, een werkdier is, een pakdier is, so is die koning. Hij is in dienst van God. Hij is in dienst van zijn volk. Hij moet die volk dienen en die lasten van die volk opnemen. Om koning te wees, beteken nie om een baie hoge positie te hee en die mense geëer en gediend te worden, maar is van God dien. De primaire taak van die koning was om die volk te beschermen. En die volk vooral die zorgers te verzorg en om toe te zien dat de weg in gerechtigheid geschiedt. En als Jezus dan die Godstad ingaan op de rug van een donkie, dan sluit hij hier aan. Hij komt niet met macht. Hij komt niet om eer te ontvangen. Hij komt niet om oorlog te maken. Hij komt om te dienen. Hij is nederig. Hij is die lang verwachte Messias. Het feit dat het bekend wordt dat Jezus nederig is, die nederige koning, dit dat natuurlijk niet op zwakheid nie. Inteendeel, dit dui juist op macht. Gewaande grootheid leidt tot die stijl van belangrijkheid. Mensen wat onzeker is, is bang van nederigheid. Mensen wat belangrijk is en groot wil wees, doe dit omdat hulle nie regtig in beheer is nie. Nederigheid. Nederigheid is nie 'n teken van swakheid, maar van ware groei. Wat gebeur dan nou as Jesus die nederige koning die stad op die rug van die donkie bedry? Stare gooi hulle klere in die pad. Takkies afgebreek. Dit was kennelik olyftakkies. En op die pad gegooi. So betoon hulle respect aan die koning. Hulle erken en eer hom as koning. Hulle begin ook uitroep, prys die seun van Dawid, loof hom wat in die naam van
Here komt, prijs om in die hoogste hemel. Dit is allemaal in Psalm 118. En samen met alle aanhalingen zoals dat u sê. Sien jylle, die Oud-Testament het in vervulling gegaan. Ja, selfs die volk aanvaar Jesus as die Messias gebore. En daar is nog iets wat gebeur, ons moet raak gesien het. Die hele stad het in beroering gekom. Hulle vraag, wie is hierdie man? Die antwoord is, die profeet, Jesus uit Nazareth in Galilea. En hy sê, koninklike intog word na verwys as die profeet. So kan hom weer ken. Die profeet wat hulle geleer het. Die profeet wat hulle gelees het. Die profeet wat wonders gedoen het. En hy was sy meer as 'n profeet. Is ook die nederig gekom. Binnenkort sal hy nog aantoon dat hy een priester is. Profeet, koning, priester. Die beroering dat hy mens dit aan beroering wat daar met sy geboorte was, toe het die beroering wat sy geboorte veroorzaak het, geleid tot die dood van alle sienies van 2 jaar, van onder 2 jaar in opstreken van Bethlehem. Herodes, die opdracht gegeven. Gaan die beroering, hierdie beroering weer leid tot die dood van baie? Nee. Nou gaan die beroering leid tot die dood van die ene. Van destijds, die teken, die teken van die woordveld op was. Maar wat toe die Godse gegeven gegeven is. Die ene. Van die kruis vastgespreken in sy woord. So sterk, en dood, en verweer. Die nederige koning, as hy lewe in diens om die mensdom van die wereld kon afleer. Het van daar die donkie vol afgeklim, sy kruis na Golgotha gedraai, te betaal van jou en van my verlossing. Wil Matthäus maar net in die verhaal aan sy hoorders vertel sodat hulle kon weet wat gebeur het. En kennis neem? Nee. Ek wil nooit opdruk. Onthou Matthäus het geskryf vir Jode wat hulle bekeer in Jodeheid, Christen en die Jode moet. Hy wil nooit opdruk dat Jesus die verwagte Messias was. Die nederige koning was. Hy het gekom om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Hierdie wil Matthäus sy lesers en vir jou en my ook oproep om te leef van die voorbeeld van Jesus. Nederig en dienstbaar. Nederig nie as 'n smakkeling. As iemand wat weet dat God koning is, diensbaar, dat ons genoeg word om mekaar en ander te doen. Kijk, een koning kom na jou toe, hy is nederig. Jesus is nederig, ek en jy is een voorbeeld voor. Hy kom na jou toe, hy is nederig en hy ry op 'n donkie op die vrou. Mag ons in hierdie tyd in die lewenstyd nog nie meer bewus word. En hierdie riep op het gesê, hierdie riep op het gesê, soos Jesus leerde, en die